Ik heb meegedaan met de jobruil omdat ik al heel lang in mijn hoofd had zitten dat ik graag een keertje wilde weten hoe het is om bij VWS te werken. En ik werkte zelf bij OCW. En via werd ik gewezen op de jobruil en ik dacht, dit is een mogelijkheid. Ik was wel toe aan iets anders. Ik wilde ook graag bij een ander ministerie. En ik vond het gewoon een heel leuke manier om aan een andere baan te komen. Het is natuurlijk ook zo dat er weinig vacatures zijn. Dus het is ook niet makkelijk via vacatures, maar ik vond het ook heel leuk. Een jobruilplatform, dat kwam als een kans langs. Ik was nieuwsgierig. Ik werkte al 10 jaar bij het ministerie van toen ELNI. En ik wilde wat anders en ik wilde graag naar een ander departement. Om gewoon te kijken van hoe daar is. Gewoon op intranet. Ik heb het gezien en er stond een wervende tekst over het platform Jobruil. Nou ja, dat moeten we toch een keer gezien hebben. Ja. Ik vond het ontzettend leuk, de speeddate. Ik kreeg heel veel energie die middag. Zoveel mensen die allemaal vol enthousiasme probeerden om te kijken of ze tot een match konden komen. Heel veel mensen leren kennen. Het was voor mij de eerste keer. Ik heb ook geen ervaring met relatieplannen of dat soort dingen. Dus het was in alle opzichten mijn eerste speeddate. Die speeddate is een hele leuke manier om gewoon erachter te komen wat er allemaal bestaat. Het is best intensief om in een paar minuten over en weer een hele compacte samenvatting te geven van jezelf en van wat je doet. Ik heb tijdens de speeddate 6 tot 8 mensen gesproken, ik weet niet meer precies. En daarna heb ik ook nog wat mensen gesproken omdat er dan kaartjes of briefjes van die mensen in mijn envelopje zaten. En dan kon ik ze daarna benaderen of tijdens de vrije ruimte, tijdens de speeddate of gewoon helemaal in een aparte afspraak. Ik heb contact gezocht met de kandidaat waar ik mijn keuze op had laten vallen. We hebben heel snel afgesproken. Het was ook al heel snel duidelijk dat we echt voor elkaar gemaakt waren, om voor elkaars plaats. En toen hebben we nog heel wat heen en weer gepraat en binnen 3 maanden was de ruil eigenlijk beklonken. Dus dat ging vrij makkelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb dus mijn ruilpartner ontmoet tijdens de speeddate en we hebben toen nog 2 keer met elkaar afgesproken om te horen wat we nou eigenlijk precies allemaal doen. Tijdens de speeddate dachten we, dit is leuk, allebei van elkaar, dus dat was mooi. En toen hebben we nog 2 keer met elkaar gepraat en die 2e keer hadden we zoiets, we kunnen nog 10 keer met elkaar praten, maar we weten het eigenlijk wel. Nou, een beetje uitzoeken hoe dat werkt met detacheringen. Dus dat je met van die formulieren moet werken. Nou goed, we hebben nog met de leidinggevende gesproken. Ja, dat ging allemaal in heel goed onderling overleg en mijn manager heeft ook echt de best gedaan. Het is ook wel belangrijk dat je manager een beetje mee hebt, want vaak lukt het niet om helemaal 1-op-1 te ruilen. In mijn geval dus bijvoorbeeld heeft mijn manager nog een beetje geschoven in takenpakketten binnen de afdeling om precies een leuk pakket ook voor mijn ruilpartner te maken. Wat het mij heeft opgeleverd is een hele leuke nieuwe functie. Hele leuke nieuwe collega's. Mijn oude waren ook leuk, zeker, maar het is een stuk dynamischer. De speeddate heeft mij ook wel opgeleverd dat mijn oude baan blijkbaar heel erg leuk was, want heel veel mensen hadden interesse in mijn oude baan. Een heel enorme verbreding van mijn eigen kennis, netwerk, takenpakket. Een enorme Europese en mondiale dimensie. Nou, de jobruil heeft mij opgeleverd wat ik wilde. Want ik werk nu bij VWS op het dossier kinderrechten en dat is iets wat me heel na aan het hart ligt. En daardoor krijg ik ook heel veel ervaring bij het andere departement waar ik heel graag naartoe wilde. Wat ik de deelnemers nog wel zou willen meegeven is, sta je ook niet blind op dat het per se in 1 keer moet lukken? Nou, wat ik mensen zou mee willen geven is vooral nieuwsgierig zijn en kijken. Gewoon doen, ja. Stap erop af. En beperk je niet tot de voorselectie, maar kijk vooral breder in de lijst. Je kunt het inrichten zoals je zelf wilt, dus het is ook heel fijn. Je hebt er zelf heel veel de hand in om dat goed vorm te geven.